kijken vandaag naar Eredivisie Badminton. Namelijk Dekker Almere speelt vandaag tegen Velo uit Wateringen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Dekker Almere deelnemer aan de play-off wedstrijden in de Eredivisie. Vorig jaar ook al. En daarom zijn ze ook sportploeg van het jaar van Almere geworden in 2011. Dekker eindigde als vierde, terwijl Velo als eerste eindigde. Vandaar dat ze vandaag tegen elkaar spelen. De nummer 4 speelt tegen de nummer 1. Het zal een moeilijke pot worden. Velo is al vele malen landskampioen geweest. En dat is natuurlijk niet de minste tegenstander. Er worden een aantal wedstrijden gespeeld. En we kijken hier naar de wedstrijd van Jeroen en Dave uit Almere tegen Dennis en Rickert uit Wateringen. Jullie zijn sportploeg van het jaar geworden 2011. En dat was mede de reden omdat jullie play-offs hebben gehad. Dat heb je nu weer gedaan? Ja, dat hebben we nu weer gedaan. Daar zijn we bijzonder blij mee. Want een aantal wedstrijden geleden stonden we toch wel behoorlijk achter. We begonnen goed. Meteen op een... Zaten we er scherp op. Na mijn voorsprong. Op een gegeven moment kwamen ze weer terug. Maakten wat onnodige foutjes. En misschien ook een beetje nerveus. Tenminste aan mijn kant was het zo. Maar gelukkig konden we het winnend afsluiten. Met 21-19. Ja, dan heb je de eerste set gewonnen. Dan ga je toch wat anders die tweede set in. Ja, dat klopt. De tweede begonnen we met een boost. Dus meteen... de vertrouwen was iets meer aanwezig en we liepen uit op een grote voorsprong meteen en dat gaven we niet meer uit de handen. En bij het net, daar eerste we gewoon heel erg en dat maakte het verschil zeker in de tweede set. Eigenlijk de hele wedstrijd, ook de hele wedstrijd gezien. Ja, er worden verschillende wedstrijden gespeeld natuurlijk. Is Velo de kloppen ploeg voor jullie? Het zal heel lastig worden, want ze hebben een paar... hele sterke dames ook in het team en ook qua heren ook hoor. Maar ja, ik denk dat die toch alle punten gaan pakken, de dames bij hun. En de 4-4 zijn wij al heel blij mee. Ik heb ook een compliment gemaakt aan Dave. Hij speelde gewoon ontzettend goed vandaag. Zette veel druk. Ik vond het zijn beste wedstrijd. Daar heb ik hem ook mee gecomplimenteerd. En dat zie je in een hele goede herendubbel en een goede mix. En we kijken nu naar de wedstrijd van Manon tegen Soraya. Manon heeft de eerste set verloren met 21-10. Ja, de dames van Velo zijn erg sterk. En wij zijn toch wel iets verzwakt in de dames. Met mij erbij. Dit is mijn eerste wedstrijd in team 1. En Yvonne Hoogland heeft al wel een aantal partijen gespeeld. Maar voornamelijk moeten we het denk ik bij deze wedstrijd van de heren hebben. En Yvonne die speelt wel hartstikke goed. Vandaag hadden we ook pech. Alles stond eigenlijk vast totdat ik vanochtend bericht kreeg dat onze eerste dame Roxanne ziek was. Ja goed, dat gooit gelijk alles overhoop. En dan is het gelijk. We zijn er al kwetsbaar, maar dan heb je eigenlijk helemaal een probleem. Ik sta met een heel tevreden gevoel. Kijk, we weten dat we moeten winnen. We hadden daar ook wel kans in, maar we weten ook een x-aantal partijen zouden we bijna wel... verliezen. En dan weet je dat je die 5 partijen waar je wel kans hebt, die moet je winnen. En dan moet het mee zitten, dan moet iedereen in goede doen zijn. En dan moet de tegenstander een wat mindere dag hebben. En we halen 3 uit 5. Ja goed, ik ben gewoon tevreden. Iedereen heeft geknokt voor elk punt. Almere lokaal.